Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 24 april. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is wederom weer koud. Ik lag gisteravond in bed en ik hoorde de regen zo gezellig tikken. Dat vind ik dan echt heel gezellig. Het is 9 graden, dus het is echt wel koud. Nou was ik gebeld, zag ik. Maar ja, ik moet dat nummer even traceren, want dat was blijkbaar met onbekend nummer. En die pak ik nooit. Die gaat bij mij niet over, want als jij met onbekend nummer naar mij belt, dan krijg ik die melding niet eens. Dan krijg ik achteraf een melding dat ik onbekend gebeld ben met nummerherkenning. Want ik heb gewoon er een hekel aan als ik onbekend gebeld word. En ik heb gewoon in het verleden heel vaak gehad, dan was het weer zo'n vervelend bureau voor bijvoorbeeld je stroom of zo. Nou, daar heb ik helemaal geen zin in. En ondanks dat dat niet meer mag, gebeurt het wel nog steeds. Dus meestal traceer ik zo'n nummer even achteraf en dan denk ik, oh, het is dat of dat. En dan zie ik wel of dat het belangrijk is. Mocht het echt belangrijk zijn, dan bel ik wel terug. Maar 9 van de 10 keer is het niks. Ik heb gisteravond gekeken naar Kees van der Spek. Dat was eigenlijk best wel sneu. Ze hadden eerst een zaak, dat was, waren twee mensen. Die waren slechthorend tot doof en die waren opgelicht voor 4 ton. En wat ik dan best wel eng vind, ze kunnen op gegeven momenten kunnen ze dus blijkbaar op die telefoon vanaf afstand iets zetten. En als die daders dan die telefoon openen, dan zien ze hun gezicht. En dat vind ik ergens ook wel een beetje eng. Want dan denk ik, het zou je maar gebeuren dat iemand kan volgen wat je gewoon op je telefoon doet. Nou weet ik niet of dat voor iedereen zomaar te doen is hoor. Maar het is ergens ook wel een beetje eng. Maar goed, voor dit programma is het wel handig. Want zo komen ze er wel achter wie het gedaan heeft. En aan de achtergrond kunnen ze heel veel zien. Uiteindelijk is het afwachten of die mensen nog wat van het geld terugzagen. En de tweede zaak was ook wel heel raar. Dat was een man en die had dus een huis op Marktplaats gezet die hij zo gezegd zou verhuren. Die had hij aan 18 mensen verhuurd. Die had flink geld opgestreken. Want er waren gewoon mensen die waren zo wanhopig op zoek naar een huis. Die zeiden, ik betaal wel gewoon huur voor 6 maanden vooruit. Dan weet ik zeker dat ik het heb. Ja, vervolgens konden ze dat huis nooit in. Dan zei hij bijvoorbeeld, ja, dat vond ik heel erg. Dan zei hij, ja, ik heb kanker of het is weer teruggekomen of dit of dat. Nou, dat vind ik sowieso al een echt verschrikkelijk als je daarmee spot. Want ik bedoel, dat is wel het ergste wat je kunt hebben natuurlijk, kanker. En daar kan ik nooit zo goed tegen als mensen dat doen. Uiteindelijk hebben ze die man geconfronteerd. En dat was door mede, ook door Roué Verveer. Die trad op in Suriname ook. Van Paramaribo, volgens mij is dat Suriname. Maar daar hield hij de prijs van de kaarten heel laag, omdat die mensen het daar ook niet breed hebben. En die vinden het wel heel leuk om naar zijn optredens te komen kijken. En er was dus iemand, die had dus 100 van die kaarten opgekocht voor een lage prijs, maar ze vervolgens duur doorverkocht. En zo kwamen ze erachter waar die man dus zat. En ze hebben hem wel geconfronteerd, maar oh, hij zei, ja, wil jij een interview? Kost je 10.000 euro. Ja, Kees van der Spek, maar ik ga jou toch niet betalen? Wat denk je zelf? Dus, maar we viel uiteindelijk ook weinig mee te doen. Uiteindelijk zijn ze nog wel naar de politie gegaan daarom. En dat gingen ze nu ook samen met de politie in Nederland, zeg maar, oppakken. Want het was wel allemaal in Nederland gebeurd. Maar het was echt dat ik dacht, wauw, heel raar dit. Ik heb nog even een spel gedaan. Toen heb ik de vlog afgemaakt en de foto's bewerkt. Dus dat ging eigenlijk allemaal wel vlot. Toen heb ik mijn Netflix-serie afgekeken. Ja, ook wel een bizar einde hoor. Dat ik dacht van, wow. Niet helemaal zien aankomen. Dat je uiteindelijk dan toch nog weer zo'n twist hebt waarvan je denkt, wow, die had ik toch niet verwacht. En daarna nog even CSI. En toen ben ik lekker naar bed gegaan, heb mijn boek gelezen. Toen ben ik gaan slapen. En dat klonk wel gewoon gezellig, omdat ik die regen zo hoorde tikken. Ik ga zo meteen mijn woonkamer doen. Daarna even de slaapkamer afmaken. En ik heb nog een keukenkastje schoongemaakt. Dat zal ik jullie laten zien. Maar ik heb nog een pakketje binnen. En die ga ik eerst eventjes aan jullie laten zien. En dan ga ik daarna eventjes aan de gang. Het pakketje van de Boozy Shop is binnen. Er was weer een nieuwe collectie van Essence. En ik was eigenlijk een beetje verbaasd dat er ineens een nieuwe collectie was. Want ik had hier geen persbericht van gehad. Normaal krijg ik een persbericht van het PR-bureau. In de hoop dat je die dus online zet. Zodat mensen weten wat er weer aankomt. Maar dat was niet zo. Dan had ik al wel iets op Instagram voorbij zien komen. En toen ineens, toen zag ik hem ook al in het trekpleisterfoldertje staan. Maar toen stond hij ook online en toen dacht ik, ja, hè, ik ga natuurlijk pas donderdag naar de winkel toe. Heel vaak is die collectie heel snel uitverkocht. Dus ik heb er even een collectie besteld. Het is dit keer de collectie. Uh,
wat een crush om apricot. En ik heb hier allereerst een duo met scrunchies. Dat is dus, zijn dus twee scrunchies. Heel lekker stofje ook. Deze is ook heel schattig. En gewoon een soort apricot kleurtje. Dan heb ik ook de nagelstickertjes met hele leuke... ja, ik zie eigenlijk hartjes en een tekstje. Het is een beetje Hello Spring. Lente. Dus die. Dan zal ik dit eventjes openmaken. Dat is weer goed verpakt, gelukkig. Ik had ook namelijk even weer een nieuwe foundation gekocht. Die van mij die was bijna op. En ik heb de Fresh & Fit Foundation. Deze in de kleur de lichtste kleur. Dat is de Null Fry Fresh Porcelain. Die leg ik straks gelijk eventjes bij de spullen neer. Dus die had ik eventjes gekocht. Dan hebben we hier een hele mooie baked highlighter. De doosjes zijn groter dan ik had verwacht. Want op het plaatje leken ze best wel kleiner. Deze heeft de naam Feel the Apricot d'Azur Zun. Hele mooie. Kan ik hem openmaken? Ik denk het wel. Kijk, heel mooi. Hele mooie highlighter. Ik denk dat die heel mooi is. Dan hebben we ook een Aura Blush. Oh, die ziet er ook wel echt heel erg mooi uit. Dat is deze. Die heeft de naam 01 Abracadapricots. Ja, die namen zijn altijd heel bijzonder. Maar kijk eens hoe mooi die is. Wow. Heel erg mooie blush. Echt prachtig. Ja jongens, ik blijf een beetje verkouden. Dan heb ik een freckle spray. Daar kun je dus een soort van sproetjes mee creëren. Leek me wel grappig om gewoon eens uit te proberen. Dat is deze. Met de naam Epris Apricots. Je moet drukken op de button. Oh ja, kijk, hij heeft gewoon een wit kwastje. En dan moet je op het knopje drukken aan de achterkant. Dan breng je ze aan en dan moet je ze inblenden. Nou, leuk om een keer te proberen. Dan heb ik hier de Jelly Lip Care. Dat is deze. Met de naam 01 Apricoted with Love. Ook heel leuk. En ik heb hier de Swirl Lip Gloss. En die is wel heel mooi. Kijk, het swirl effect. Echt super leuk. Dat is de 01 Apricotly in Love. En je had ook nog een beauty blender. Maar die heb ik niet gekocht. Want dat gebruik ik toch niet. Want ik heb altijd mijn eigen producten. Dat is die collectie. Als goed is ligt die ook snel in de winkel hoor. Maar nou ja, ik ben wel blij dat ik hem alweer binnen heb. Dan kan ik er sneller weer mee aan de gang. Nu ga ik eventjes lekker mijn boel doen. Dus ik ga even muziekje aan doen. En dan laat ik jullie even zien welk kastje ik dit keer heb schoongemaakt. Nou, ik ga even de onderkant van dit keukenkastje doen. De bovenkant hoeft niet. Die heb ik recentelijk nog gedaan, maar de onderkant niet. Want kijk, hier liggen wat kringen. En ik heb hier van die siroop staan. Dat is... Het flesje staat hier achter. Kijk. Karamelsiroop voor in de koffie. Maar die was dus een beetje gaan lekken. Dus alles ruikt nu een beetje naar karamel. En het gaat heel erg pikken. En mijn suikerpotje die is ook leeg. Maar ik weet niet of ik die al kan bijvullen. Want... Ik weet niet of die helemaal droog is, die had ik afgewassen. En als die nog nat is, kan ik hem natuurlijk niet bijvullen. Kijk, altijd discotip voor al mijn ijs. Zo lekker. Maar ja, goed, als je dat dus niet... waar was ik met mijn verhaal? Ja, als ik die suiker erin doe, terwijl het potje nat is, dan wordt dat één vieze kloe. En dat kan natuurlijk niet. Maar ik ga even dit kastje, in ieder geval de onderkant, uitstoppen nu.
Zo, het kastje is weer heerlijk schoon. Het potje was dus droog, dus die kon ik weer lekker vullen. Dat vind ik ook wel makkelijk. Dus ja, weer heerlijk schoon. Nu ruikt het gewoon weer heel fris als ik hem open doe. Niet meer zo die karamellucht en dat vind ik wel lekker. Zag ik inderdaad dat hij echt wel flink gelekt had. Maar goed, hij doet het nu weer. Dus het is allemaal weer lekker schoon, dus dat is heel fijn. Zo, het is allemaal weer gelukt. De woonkamer is helemaal schoon. De slaapkamer heb ik afgemaakt. Alleen nog bed verschonen, maar verder is alles weer schoon. En ik ben er blij mee. Wat ik me altijd over verbaas, ik bedwijl altijd met koud water. En ik gebruik dus heel vaak het water als ik de droger heb gedraaid. Gebruik ik het water wat in de tank zit van de droger. Want ja, je kunt het ook weggooien. Maar ik denk, nou, ik kan het net zo goed gebruiken om mee te dweilen. En ik zie dus altijd als ik koud dweil, heb ik altijd heel vies water. Terwijl, ik, voor mijn gevoel is de vloer nooit super vies. Oké, je hebt katten, maar ik zuig elke dag. En ik dweil elke week. Maar dan is toch echt je water wel zwart. Maar het is weer heerlijk. Gewoon alles is weer lekker schoon. Ik heb ook even alvast kleren voor morgen gepakt. Dus het is eigenlijk allemaal gewoon... Ik ben heel blij. Ik heb wat was naar boven gebracht. Ja, ik ben echt, echt heel tevreden. Mijn was is klaar. Dus dat is ook lekker. En nu ga ik zo even lekker relaxen. Ik zie even iets wat niet goed gaat. Zo, nu gaat het weer goed. Die roze bakken die ik heb staan onder de tafel. Die ene die was een beetje te ver naar achter geschoven. Maar die is nu weer goed. Dus ik ga zometeen lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik Je Huis op Orde. Maar je hebt ook Ajax. Dus ik kijk twee schermen. Want Ajax is om 9 uur. Dus dat ga ik ook lekker kijken. Heb ik wel zin in. En nog even een spelletje doen. Dan ga ik mijn blogpost schrijven en mijn vlog uploaden. Ik moet nog even een nieuwe serie uitzoeken. Ik heb nog geen idee welke het wordt. Ik heb wel het een en het ander gelezen over series die online zijn gekomen. Maar ik moet even kijken of het bij me past. En daarna nog even CSI. En dan ga ik lekker naar bed nog even mijn boek lezen. En dan ga ik lekker slapen. Maar nu ben ik in ieder geval wel moe, een beetje hoofdpijn. Ik denk even dat ik een aspirintje pak. En dan ga ik even lekker in de relaxmodus. Maar ik ben echt tevreden met wat ik allemaal heb kunnen doen. Dus dat is wel echt lekker. Gewoon zo fijn dat die slaapkamer nu klaar is. Dus helemaal blij mee. Ik heb alleen mijn shirtje niet gevonden, het sportshirtje. Misschien dat ik hem toch gewassen heb. Ik moet eventjes gaan kijken. Ik dacht echt dat hij er niet bij zat. Maar misschien heb ik hem er toch bij gezet. Boven lag hij niet. Of ik moet hem nog tegenkomen met opruimen. Maar ik dacht echt dat ik hem erbij had gelegd. En ik ben volgens mij nog een kwastje kwijt. Die heb ik ook nog niet gevonden. Maar dat komt allemaal wel goed. Ik ga nu relaxen en ik zou bij deze dus zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze, ik moet heel even checken hoor, donderdag 25 april. Ik ben klaargemaakt, alleen nog even mijn lippenstift opdoen, maar ik moet nog even tanden poetsen. Want ik ga natuurlijk straks de deur weer uit om boodschappen te doen. En ik heb nieuwe oorbellen in. Ja, het zit echt super leuk. Ik merk ook echt wel dat de kwaliteit gewoon goed is. Ook als je ze indoet, ze kunnen niet door. Die andere die kon ik doorduwen en dat kan bij deze niet, omdat sluit ik gewoon goed zit. Dus dan merk je ook echt wel dat het geld gewoon dubbel en dwars waard is. Maar ik vind het echt super leuk staan. Ik heb gisteravond naar Ajax gekeken. Ja, was ook weer niet eigenlijk om aan te gluren. Ja, eerst ja, dan sta je op een gegeven moment sta je wel voor, maar dan wordt het gelijk en dan komt er een keer een rode kaart bij en... Dan komt de andere partij voor. Uiteindelijk maken ze dan nog met 2-2 af. Nou, dan ben je dan nog wel tevreden. Maar het was niet best. In ieder geval. Ik heb ook naar Het Huis op Orde gekeken. Het was de laatste aflevering. Vond ik wel heel aandoenlijk hoor. Want oudere mevrouw, die had heel veel hobby's. Maar nadat haar dochter was overleden, had ze niet meer echt de fut, zeg maar, om die hobby's op te pakken. Dat wilde ze wel heel graag gaan doen. Maar ze had gewoon van alles eigenlijk best wel veel. Ze had echt best wel opgeruimd. En ja, uiteindelijk gewoon een heel fijn kamertje ook gecreëerd. Waar ze lekker haar dingetjes kon doen op het gebied van haar hobby's. Dat was wel echt, ja, echt heel leuk. Ik vond het wel heel schattig. En ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik de vlog ingepland en mijn... blogpost geschreven. Dus dat is allemaal gelukt. Even een thumbnail gemaakt. Toen ben ik met een nieuwe serie begonnen. Maar ik moet heel even kijken of ik die serie kan vinden hoor. Of dat ik hem kan zien. Hij was wel een redelijk recent toegevoegd. Maar ik zat er ook gelijk wel lekker in. Dus dat was wel echt heel fijn. Even kijken nog. Of ik hem kan zien. Ja. Hoe heet hij nou? Crooks. Zoiets. Ja, ik vond hem wel heel goed. Ik zat er gelijk lekker in. Ik vond het ook best wel spannend. Dus het was ook eigenlijk sneller afgelopen dan,
dan ik wilde. En daarna nog even zie je zij. Toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. Ik heb weer niet al te lekker geslapen. Heel raar gedroomd. En dan word ik wakker. En dan weet je, oh, de wekker gaat over niet al te lange tijd. Was allemaal iets minder. Maar goed. Ik ga even stofzuigen. Dan ga ik even wat drinken en mijn tanden poetsen. En dan ga ik de deur uit. Dus ik neem jullie wel weer eventjes mee met het boodschappen doen. Dus dat is eigenlijk voor nu eventjes de planning. Zijn de plantjes. Ik heb dus druifkruid. Dus ja, ik dacht eigenlijk dat ik fluitenkruid had, maar ik heb druifkruid. Dus ja, heel erg leuk. Het regent nu ook al, dus ze kunnen mooi gelijk nat regen. Ik moet ze dan nog even leuk in de andere potten stoppen. Maar dit zijn in ieder geval de planten die ik heb opgehaald. Tijd voor de boodschapjes. Ik heb ook mijn plantjes opgehaald, die hebben jullie al even kunnen zien. Oké, dat was niet de bedoeling. Ze hadden helaas alleen de fluitenkruid. En ze zouden keuze hebben uit 3 soorten. Maar ze waren er ineens gisteren ook al. Dus ja, het is dan echt nog wat het assortiment heeft. En ja, ze kwamen later op de middag, dachten ze wel weer binnen. Maar ze konden ook niet zeggen wat daarbij zat. Dus ik heb gewoon maar 6 keer de fluitenkruid meegenomen. We zouden eigenlijk nog even bij de andere plantjes gaan kijken. Maar toen zei mijn coach, kunnen we volgende week wat doen. Want ik moet dan naar de tandarts. Maar ik heb mijn boodschappen gedaan. Ik ben ook even nog bij de Action geweest en bij de Vibra. Maar dat doe ik wel even in een shoplog. Ik heb allereerst weer even keukenpapier. Want dat is altijd heel belangrijk. Dat gaat bij mij heel hard doorheen. Daar is die, de Koningsdag hamster. Nee, dit was echt heel bijzonder. Mijn coachje is letterlijk bij heel veel Albert Heijn filialen geweest. Bij de Albert Heijn filiaal in mijn vorige woonplaats, want daar moet zij nog wel eens zijn. Zelfs een woonplaats verderop is zij nog geweest. Bij haar eigen Albert Heijn heeft ze gekeken, nergens. En ik kwam hier bij de Albert Heijn en ze lagen er volop. Dus dit is een nieuwe Koningsdag hamster, dus hij is echt superleuk met dat vlaggetje. Dus hier heb ik gelijk gekocht en ik heb ook nog deze gedaan. Deze is eigenlijk, nou, de tijger van de Efteling. Dus ja, dat is, kijk, die kan weer zijn mutsje op. Hij is een beetje koud. Hij heeft volgens mij op de, ja, ik zie het al. Kijk, die kan zijn mutsje zo op. Die heeft dus een mutsje en dan, ja, ook heel leuk. Maar dit is dus eigenlijk zo'n Efteling hamster. Maar wel leuk, dus die zijn weer voor de verzameling. Dan heb ik in de aanbieding mijn toetjes. Ook bij de Albert Heijn was weer de kuppenspinnen aanbieding. En het was 3 halen, 2 betalen. Dus dat was echt vet goedkoop. Dus ik heb 5 bakjes van de kip. Ja, ik koop het echt best wel vaak, maar ik eet het ook heel veel. Dus die. Dan hebben we patat. Nog bij Albert Heijn geweest nu. En even bij de Lidl. Ja, ik had bij Plus even mijn slaving gehad. Dan heb ik weer een keertje de lachendekjes. Die vind ik altijd heel erg lekker. De aardappelschijfjes waren op. Dus ik moet even kijken of ik die nog red. En anders moet ik ze nog even bijhalen. Maar dat kan morgen anders ook nog. Kipkruiden voor mijn kipfilet. Medicijnen had ik.
Nou, nog een zakje patat. Deze borstel voor buiten, die hadden ze bij de Albert Heijn. Ik was weer zo dom geweest, want er stond dus 3 euro bij. En toen zag ik later dat die 6 euro had aangeslagen. Ja, wat bleek, ik had hem per ongeluk 2 keer gescammerd. Toen kreeg ik bij de klantenservice kreeg ik hem gewoon de 3 euro weer terug. Dus die kan ik even voor buiten op het balkon gaan doen. Die was goed, zei mijn coach. Wat hebben we dan? Voor straks lekker dit snitseltje. Die was nu in de aanbieding bij de Aldi. Ik was nog even bij de Aldi geweest. Mijn moeder had van die... Ja, dat was vorige week of zo. Van die kleine bezempjes, die wilden ze graag hebben. Maar die hadden ze weer niet natuurlijk. Want die waren al op. Nou, hier ook. Tijger, wil je er nou voor langs? Tjie. Dit is nog van de Libra. Dat haal ik er even uit. Dat moet ik even apart neerzetten. Dan hebben we hier de spekjes. En de slavinken. De kipfilet, die had ik nog. Ik heb deze doos met koekjes gekocht. Hoe leuk. Met Paris. Er zitten gewoon lekkere zandkoekjes in. Dus ik dacht, nou, het is ook wel weer leuk. Dan heb ik hier bonen. En spinazie. Oh, er valt wat uit. Die was weer in de aanbieding. Dan heb ik hier als goed is de bon. Dan kan ik gelijk eens even kijken wat dat nou kost, spinazie. Want dat is echt helemaal niet duur. Ik was hier 76 cent voor kwijt. En dan heb je 306 gram. Ik neem nooit heel veel spinazie. Het, voor mijn gevoel krimpt het niet meer zo. Dus nou, dat was een hele goede aanbieding. Dat waren de boodschappen. Ik heb niet zo heel veel gekocht deze week. Maar ik had nog heel veel. Dus ja, dan is het ook niet nodig. Nou, ik ga dit even lekker opruimen. Ik ben natuurlijk dolblij met mijn handen. Want ik vond het zo leuk. Maar ik heb ze even voor jullie op de vlog gezet. Bij de Albert Heijn waar ik was, hadden ze zelfs ook nog heel veel van de Hollandse hamsters. Dus dat is wel heel bijzonder. Dan ga ik nog eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Mijn haar zat echt leuk vandaag en leuk met die oorbellen. Maar mensen keken me heel erg aan. Ik word er altijd een beetje zenuwachtig van. Dat mensen dan zomaar aan kunnen staan, staren. En dat ligt waarschijnlijk aan mij hoor. Want waarschijnlijk ja, is er niks of zo. Maar dat kan mij altijd een beetje zenuwachtig maken. Dan ga ik na het eten, als ik heb opgeruimd, zo lekker goede tijden kijken. En vanavond begin het nieuwe seizoen van jachtseizoen. En daar heb ik heel veel zin in. Dat ga ik lekker kijken. Daarna ga ik eventjes nog een spelletje doen. Dan ga ik de foto's bewerken. Ik wil dus even de thumbnail afmaken voor zaterdag. En dan ga ik nog even lekker mijn Netflix-serie kijken waar ik heel veel zin in heb. Nog even zie je zijn en dan ga ik lekker slapen. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu eventjes opruimen en verder niks meer doen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 26 april. Ik ben voor het grootste gedeelte klaargemaakt. Alleen nog even wat op mijn lippen. Maar ik moet nog even mijn tanden zo meteen poetsen. Ik moet straks naar het ziekenhuis. Dan moet ik om 13:45 zijn. Volgens mij zouden ze rond 14:45 hier zijn, want ze hadden gevraagd, is een half uur van tevoren genoeg? Nou, dat is prima, want het is niet heel ver rijden, het ziekenhuis. Dus daar moet ik straks dan weer heen. Dus ik heb er niet zo heel veel zin in, maar goed, dat hoort er een beetje bij. Dus het komt uiteindelijk, dan zal het wel weer goed komen. Ik heb gisteravond wel lekker gegeten. En ik heb daarna jachtseizoen gekeken naar goede tijden. Was wel weer... Ja, het was wel weer leuk dat het begonnen was. Ik hoopte ook eigenlijk dat ze niet gepakt zouden worden. En dat lukte gelukkig ook wel. Ja, ik hoop toch altijd dat... meestal hoop ik dat de boeven wel winnen, zeg maar. Maar het was nog een beetje kiele-kiele, want ze gingen steeds van trein naar tram. En ik dacht op een gegeven moment, nou, ik weet niet of jullie dit gaan redden, maar dat ging goed. De tegenprestatie was, ze hebben altijd een tegenprestatie. Ze moesten een heel heet chipje eten. Die moest je ook met een handschoentje pakken. Maar het schijnt dus ook dat die dingen inmiddels verboden zijn in Nederland. Dat wist ik ook niet. Maar dat zei de voice-over, dus maar ja, het leek mij helemaal niks. Maar goed, ze hebben, ja, dat spreken ze gewoon altijd af. Daarna nog even een spelletje gedaan, toen heb ik mijn foto's bewerkt, het is allemaal gelukt. En alvast even begonnen met de thumbnail van morgen, maar die is eigenlijk zo goed als af. Nog even 2 plaatjes erin en dan is het goed. En toen ben ik verder gegaan met de Netflix-serie, maar toen viel Netflix even stil. Toen kreeg ik zo'n balkje in beeld van 0%. En toen dacht ik, hé, wat is dit? Maar dat schijnt dan... te liggen aan je internet. Toen moest ik hem even opnieuw opstarten. Toen uiteindelijk kon die verder. En daarna nog even zie je zij. Toen ben ik naar bed gegaan. Nog een stukje van een boek gelezen. Maar ik was ook best wel moe. Dus toen ben ik ook gaan slapen. Want ik merkte gewoon dat ik, ja, best wel veel prikkels natuurlijk gisteren. Het was hartstikke gezellig en zo. Maar wat meer mensen. En ja, dan ben ik altijd wat meer vermoeid. Ik ga even stofzuigen. En dan ga ik hem even verder klaarmaken om naar het ziekenhuis te gaan. En dan als ik terugkom moet ik nog even mijn bed verschonen. Ik denk verder ook niet dat ik jullie mee ga nemen. Ik krijg nu een appje binnen van mijn coach die mijn sterkte wenst. Dus nou, het was helemaal goed. Ik zie jullie dan sowieso wel weer als ik terug thuis ben. Zo, ik ben weer thuis. Het is nu 3:50. Dus dan kan ik zo mooi nog even mijn bed verschonen. 3:15 is het zelfs, maar de klok loopt er iets achter.
Ik had dus weer zo'n onderzoek naar de HPV om te kijken of dat nu weg is. Maar ik heb nu wel behoorlijk last van mijn buik, moet ik zeggen. Dus ja, toen ging ik ook nog even naar de wc in het ziekenhuis, maar die was ook niet helemaal fris. Maar ja, je hebt toch altijd even het gevoel dat je daarna even naar de wc toe moet. Dus ik had even een bakje koffie meegenomen voor in de auto. Dus nou ja, nu moet ik wachten 22 april, geloof ik. Nee, mei. 22 mei. Dat ik hem in de mail heb. Ik zal eens even kijken in mijn mail, want omdat ik hem daarin heb gekregen. Even kijken hoor. Ja, ik heb hem binnen. 22 mei om 2:30 word ik dan weer gebeld met de uitslag. Ja, en dan eens kijken wat de uitslag is. Ja, en als die niet goed is, dan gaan ze weer vervolgstappen maken. Maar ik voel hem wel eventjes. Dat is gewoon even zo. Maar goed, ik ga straks als ik alles klaar heb gewoon eventjes nog liggen. Want ja, even mijn buik rust geven, neem ik even een aspirientje. Maar ik had nog een pakketje binnen. Die ga ik jullie nog even laten zien. Dus dat ga ik even doen. En dan neem ik jullie nog wel even mee met het verschonen van mijn bed. Dat is het enige wat ik nog moet doen. En nog even een paar kleine klusjes hier. Dus ik zou jullie eigenlijk deze week niet meenemen met de slaapkamer. De slaapkamer is verder schoon. Maar bed verschonen kan nog wel eventjes. Dus dat ga ik zo even pakken. Maar ik zal eerst even het pakketje laten zien. Ik had even bij Amazon heb ik een hoes besteld. Hij kwam letterlijk zo binnen. Zo werd hij voor mijn voordeur neergeknald. Voor mijn microfoon. Dus ik zal hem er even uithalen. Van plastic gelijk weg. Gewoon zo'n case, daar kan die microfoon in. Dat vind ik zelf wel handig, want die ligt nu los op de slaapkamer. Kijk, het ziet er zo uit aan de binnenkant. Dan zal ik hem gelijk even instoppen. Zo. En dan doen we die pluche er zo even naast. Kijk, en dan zit hij er gewoon zo in. En dat is wel ideaal, want dan kan ik hem dicht doen. En dan valt hij niet meer overal te vallen. Er zit hier nog een stickertje, die zou ik druk even afpeuteren. En dan, ja, nou heb ik gewoon hier mijn microfoon in zitten. Dan ligt hij ook veilig. En dat is natuurlijk best, het is niet de allergoedkoopste microfoon die er is. En dan ligt hij gewoon veilig en dan kan ik hem ja, gewoon zo pakken als ik hem nodig heb. Dus het is wel ideaal, hij kan gewoon goed dicht. Dus ja, zo zit het er eigenlijk wel heel goed in. Deze is speciaal ook voor deze microfoon. Je hebt verschillende maten, maar ik zag hem eerst dus. Ik had al een paar weken teruggekeken, toen zag ik hem alleen maar voor de andere microfoons van Rode, en toen zag ik deze. Dus nou, die heb ik dus nu binnen, dus dat is ideaal. Dus dat was deze, die had ik nog even binnen gekregen. Goed, ik ga eventjes wat spullen pakken, dan ga ik even mijn slaapkamer afmaken. En dan is dat ook klaar, dus daar ga ik jullie dan even bij meenemen. Zo, bed is in ieder geval lekker verschoond. Schone pyjama's gepakt, dat is ook wel weer lekker. Gisteren heeft mijn bril laten verstellen, want dat ding was weer zo scheef als een hoepel. Dus dat is allemaal geregeld. En nu ben ik een beetje moe. En ja, ik heb even mijn thumbnail afgemaakt, dus die is helemaal klaar. Dus daar hoef ik niks meer aan te doen, dat is ook wel fijn. Ik ben gewoon even aan tafel gaan zitten en dat heb ik gewoon even afgemaakt op de computer. Dus dat is wel gewoon fijn. En nu ga ik gewoon zo eventjes lekker op de bank. Even lekker. Oh, een beetje moe. Want ja, het doet gelukkig niet meer zo heel veel pijn. Maar ik vind toch altijd een beetje een aanslag op mijn lijf. Zo voelt het. En waarschijnlijk is het heel erg overdreven. Maar ja, ik heb er toch wel last van. Vanavond ga ik lekker de laatste aflevering van Flikker Maastricht kijken. En er is al een nieuw seizoen aangekondigd. Dus dat is het goede nieuws. Seizoen 19 komt ook. En ja, dat is wel super leuk. Dus we weten in ieder geval dat na deze cliffhanger het in ieder geval nog doorgaat. Dan ga ik nog even een spelletje doen. Dan ga ik mijn video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Nog even een serie kijken. Even swingen. Dan ga ik lekker nog heel even lezen. Dan ga ik naar bed.
Morgen gaat u op tijd te werken, want ik ga morgen Koningsdag vieren. Ik ga morgen naar mijn vader, dus dat is wel leuk. Voor het eerst in het jaar dat ik weer een keer Koningsdag ga vieren, want eigenlijk heb ik er al jaren niks meer aan gedaan. Maar nu alweer een keer heel erg leuk om dat te gaan doen. Dus daar ga ik jullie morgen ook wel eventjes bij meenemen. Ik ga in ieder geval eventjes nu ook de batterij opladen. En dan ga ik eventjes lekker op de bank. Ik heb mijn kleedje nu lekker schoon. Die heb ik even in de droger gehad. Want ik denk, die wordt anders niet meer droog. En die wil ik even hebben. Dus die is ook lekker droog. En dan ga ik dat eventjes doen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Goedemorgen op deze zaterdag. Het is 27 april. Oftewel Koningsdag. Ik ga me even klaarmaken. Want ik word er soep gehaald om Koningsdag te vieren. Ik had al een beetje gezegd, hè? Het is eigenlijk voor het eerst weer sinds jaren dat ik er wat aan ga doen. Want ik heb het de afgelopen jaren gewoon thuis gevierd. Maar dit jaar ga ik het dus weer een keertje echt vieren. En dat is wel leuk. Dus even mezelf klaarmaken. Ik doe even mijn foundation raar, want er zit nog eigenlijk heel veel in. Maar het komt niet meer uit het pompje. Dus ik doe het nu even zo vanuit het dingetje. Op mijn gezicht, alleen het nadeel is, het dingetje is een beetje scherp. Ik heb gisteravond gekeken naar Flikker Maastricht en dat was wel even heel erg spannend. Je kunt er eigenlijk niet heel veel over zeggen, want als je die serie nooit gevolgd hebt, dan is het ook heel lastig om daar weer in te komen, maar het was wel echt super spannend. Echt wel, dat ik echt zoiets had van, nou, kom op. Doe wat, ga wat, ja. En dan, ja, dat was gewoon heel spannend. Omdat je gewoon altijd, ja, toch hoopt dat hoofdpersonen het altijd overleven. Ja, ik had er wel eens iets, volgens mij gaat het wel gebeuren. Omdat je natuurlijk al wist dat er een nieuw seizoen aangekondigd was. Maar het was wel weer even goed spannend. En ik weet ook eigenlijk niet wat er voor in de plek gaat komen. Over 2 weken heb je natuurlijk het Songfestival. Dan heb je op vrijdag het vervolg van de Passion. Omdat dat Songfestival op donderdag is. We gaan het wel zien. En anders kan ik weer terugkijken. Maar ik heb er in ieder geval weer van genoten. Nou, nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik een video in elkaar gezet. En even mijn blogpost geschreven. En toen ben ik naar een serie gaan kijken. Dat is echt weer super spannend. Dus het is wel een goede keuze deze serie. Het is wel echt een serie waar je in meegetrokken wordt. En dan denk ik altijd in het begin, dan, ja, de matchscore is wel hoog. En daar ga ik altijd een beetje van uit. En daarna heb ik nog eventjes Swings gekeken. Maar ik moet zeggen, ik begrijp nog steeds het doel niet helemaal van deze serie. Ik vond hem vorige week wel ineens heel spannend worden. En dat had ik nog steeds wel. Want je kwam ineens wel achter meer dingen. Maar ik had wel zoiets van, ja, maar wat is nou het doel? Waarom gebeuren de dingen waarom ze gebeuren? Maar dat weet ik dus nog steeds niet. Maar goed, maakt niet uit. En toen ben ik nog even gaan lezen in bed. En toen ben ik eigenlijk ook gaan slapen. Maar dat lukte me niet zo goed. Want dat heb ik dus altijd. Als ik weet dat ik vroeg uit bed moet, dan kan ik nooit slapen. Dat is altijd heel erg irritant. Maar goed, uiteindelijk ben ik in slaap gevallen. Toen heb ik net even gesport. En nu maak ik mezelf even klaar om dus straks de deur uit te gaan. Ik zal nog even laten zien mijn outfitje straks. Maar ik ga me eerst eventjes helemaal klaarmaken, zodat ik klaar ben als ze komen. Dus ik zie jullie later. En mijn outfitje of the day. Shirtje van de Zeeman. Dit ondershirtje ook. Broek is van de Terstal. Schoenen zijn van Bjorn Borg. En dit tasje heb ik een keer voor Sinterklaas gekregen. Dus ik ben er helemaal klaar voor zo. Ja, die scholen deden bij de mini. Ja, daarom. Zo ben je er ook zo doorheen. Ja, dat kan ook doorheen. Ja. Ja, 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 ja. Ja, hè? Dat weet ik al, ja. Ja. Of een vlanderen sport. Ja. Oh, links vooraan. Oké. Okay. We gaan even wat inzoomen. Lachen. Ja, klopt ja. 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 Hij ziet het niet, hij ziet het niet.
ik kom net iets weer. Zo, dat is een... Ja, dat was het. Oh ja, huizen natuurlijk, ja. Ja. Die doen wel mee. Ja. Altijd trekken ze even moeten wassen. Ja, die kan moet gelukkig. Ja, ze zijn wel goedkoop bij huilen. Nog voor een blikkie. Ja, vond hij best. Ja. Ja, maar dat is ook leuk. Een beetje rijden. Ja. Hebben ze één thema of zo? Want... Oh, dit is nog van die school, denk ik. Oh. Hebben wij een rondaag gedaan? Oh ja, misschien. Oh nee, het zal wel, ja. Dat het verplicht is misschien. Geen idee. Straks. Is weer, ja, is wel een andere. Ja, leuk. Ja, maar hoe denk je? Nee, daarom. Dat is wel leuk trouwens. Ja, dit zijn er ook veel meer dan 20, ja. Ja, echt wel. Je gaat tellen. Nou. Van de brug hadden ze van de week nog een wagen opgetuigd. Wat? Hoe? Een wagen opgetuigd. Bij Van de Brug nog één? Oh, oké. Okay. Ja. Oh ja, zo. Oh joh. Oké. Okay. Ja, gooi niet zo hard met zo'n treintje. Oh ja. Ja, de oude gaan is het erin, ja. Hoef. Oh ja, hoef natuurlijk. We gaan van links staan. Dit is het alweer. Oh, dit is het alweer. Was dit het? Serieus? Zou je het zien wel? Of ze, nee. Ik mis die clowns nog. Jut en Jul. Die komen nog, denk ik. Nou, je wordt zo lang genoeg. Ja, toch wel? Ja. Ja, oh, die zijn benieuwd, lekker. Ja. Wow. Lief is dat. Ach, God, dat is wel lief, hè? Oh, nee. Kijk meteen de andere kant op, hoe jullie zitten. Ja. Moet je? Ja. Oh, het zijn koeien, dit keer. Oh ja. Nee, inderdaad. Zwarte koeien, ja. Er is in ieder geval nog zwarte swing te krijgen. Ja, dat zou iets. Weer een halve dag. Oh, ja. Ah, die hond erbij, dat is wel schattig. Oh ja, die bloesemmarkt. Dat is waar. Oh, drie. Ja, ja. Het is echt zo'n flodderauto. Ja, dat is alleen maar. Oh, lief.
ja, het is wat. Ja, nu rijdt hier op een mooie truc. Als we met dat met die open dag. Toen had hij de mooiste. Benny Brunekreeft was dat. Ja? Ja. Eentje toch nog, ja. Oh, twee gaan. Ja. Ik zat hier ook weer eens op school. Ja, 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 laat ik hier eens naar een andere school gaan. Dat heb ik ook al lang niet meer gezien. Die is er nog niet. Oh, zie. Dat is niet verkeerd. Ja, die gaan gewoon bouwen, hè. We hebben ze een tent opzetten. Oh, ja. Film, hè. Ja, ik heb hem al aan, hoor. Ja, maar. Nou ja, Olympische Spelen natuurlijk. Dat hebben we ook, ja, nog. Ook nog. Ja. Klopt. Dat was zonder keterkaart. Nee, dat is waar. Hij is een regelmatig op. Oh ja. Oh. Ja, we zitten een paar in de hot tub. Ik geloof dat ik. Thank you.
Zo, en toen was ik weer thuis. Ik heb jullie geprobeerd vandaag wel een beetje mee te nemen. Toen we bij mijn vader kwamen, hebben we eerst even koffie gedronken. En toen zijn we naar de... Er was dus een optocht, dat heb ik gefilmd. Het was wel heel leuk. Nou ja, laat ik het zo zeggen, het is minder geworden. Vroeger deden alle scholen eigenlijk wel mee, maar er zijn tegenwoordig nu nieuwe regels. Er mogen nog maar zoveel kinderen op een kar, waardoor scholen verplicht zijn om meerdere karren te maken. Niet elke school had daar zin in, waardoor er ook niet heel veel scholen mee meedoen. Maar het was wel weer een keer leuk om te zien. Nou, toen zijn we eerst weer terug naar mijn vader gegaan, we hebben even koffie gedronken en zo. Toen zijn we 's middags naar het centrum gegaan, maar daar heb ik eigenlijk niet gevlogd, want er was gewoon kleedjesmarkt en het was ook niet meer zo druk als vroeger. Vroeger was het echt heel druk, kon je bijna niet lopen en het was nu gewoon eigenlijk vrij rustig, dat je dacht van oké, okay, zo ken ik hem niet, maar op zich was het ook wel lekker. Nou, daar nog even, ja, even een poosje geweest. En ik had eigenlijk zoiets van, ik neem de camera sowieso niet mee. Als ik nog wat kan filmen, doe ik dat even met mijn telefoon. Want ik had echt zoiets van, ja, ik ben toch bang, omdat ik niet wist hoe druk het zou zijn. Van, als er wat met die camera gebeurt, dan heb ik gewoon een groot probleem. Maar, ja, het was daar eigenlijk gewoon niet echt, ja... Het was niet echt om te vloggen, vond ik. Nee, weet je, dan omdat het kleedjesmarkt is, dan krijg je weer allemaal mensen in beeld. En dat, ja, is natuurlijk eigenlijk niet... heel erg handig en dat, ja, dat heb je met die karren misschien wel gezien. Ik heb nog wel geprobeerd het een beetje anders te filmen, maar nou ja, goed, het is niet anders. Maar goed, ik heb daarna eigenlijk daar dus niks gefilmd. En toen heb ik dus als laatste heb ik gefilmd het vuurwerk, want ze sluiten dus altijd af met het vuurwerk en dat was wel heel leuk. En nu ben ik weer lekker thuis, lekker bij de katjes. De hele tijd in mijn hoofd, oh, heb ik mijn deur wel goed dicht gedaan? Ik wist gewoon dat ik hem op slot had gedraaid. Maar het is dan zo'n gedachte dat ik denk van, oh, heb ik alles wel goed dicht gedraaid? Dus kom ik thuis en zijn mijn katten weggelopen. Ja, dat is gewoon heel irritant. Terwijl ik gewoon wist dat ik het goed had dicht gedaan. Maar ergens was er toch iets in mij wat daar bang voor was. Ik had trouwens gisteravond mijn nagels nog gedaan. Ik had dus oranje met een goud randje. En dan had ik op mijn middelste vinger had ik een vlaggetje gemaakt. Kijk, hij moet zo. Oh. Focus. En nou ja, goed. En nu ben ik weer lekker thuis. Nu ga ik even douchen. Want ik heb een bierdouche over me heen gehad. Dus ik ga even lekker mezelf even opfrissen. En dan ga ik nog even een beetje televisie kijken. En dan is gewoon even mijn Netflix-serie. En ik denk even sussen. Want ik had vorige week natuurlijk de laatste van Vallen. Dus dat heb ik ook opgenomen. Even kijken of dat wat is. En dan ga ik nog even lezen in bed. En dan ga ik lekker slapen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder eigenlijk niks meer doen. Net wat ik zeg. Ik heb jullie geprobeerd een beetje mee te nemen. Maar ja, soms vergeet je ook om te filmen. En soms kan het ook niet altijd. Maar ik denk dat ik toch nog wel wat leuke content heb gemaakt. Dat ga ik nu lekker doen. En dan ga ik eventjes met de katjes knuffelen. Dus dan ga ik dat eventjes doen. Dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 28 april. Zo, ik ben bijgeslapen. Ik heb even mijn haar vastgemaakt, want het zat gisteren uiteindelijk toen ik thuis kwam, was het best wel in een knoop gegaan. Ik had heel veel moeite om mijn stiekjes eruit te halen. En ja, dat was niet zo heel fijn. Uiteindelijk is het helemaal losgeborsteld. Toen had ik zoiets van, nou, ik borstel had en ik zet het gewoon eventjes vast, dat ik er even geen omkijken naar heb. Douchen was wel eventjes heel fijn en lekker. En nou, ik heb lekker met een kartje geknuffeld. Maar het eigentje die hing hier zo. Je kan het zien, ik heb hier een rood plekje. Die hing op een gegeven moment vast in mijn huid. Dat deed wel echt onwijs zeer. En ja, het is vandaag wel bewolkt, maar het is 17 graden. Ik vind het niet heel warm hoor, want het is, de zon is er verder ook niet. En het waait best wel. Ik moet wel zeggen dat we gisteren onwijs veel geluk hebben gehad met het weer. Zelfs nog een stukje van de koningin op tv. Dat zie ik normaal eigenlijk ook niet. Maar, nou ja, daar heb ik even gekeken. Ik had op een gegeven moment na het douchen. Toen heb ik nog eventjes Het is niet Dreamlight Valley gespeeld. En toen ben ik mijn serie gaan kijken. Want ik had zoiets, ik ga de computer helemaal niet meer aanzetten. Wat ik normaal altijd wel doe. Maar ik had een beetje irritatie bij mijn piercing. En ik had hem al wel elke keer weer een beetje met dat piercingspul gedaan. En gewassen, zeg maar. Maar het irriteerde, dus toen had ik hem er even uitgehaald. Maar het was ook niet het beste idee. Ik dacht, kan ik hem even helemaal schoonmaken? Dat had ik gedaan, maar toen kreeg ik hem er niet zo makkelijk meer in. Toen begon het een beetje te bloeden. Dus uiteindelijk, nu heb ik hem wel weer ingekregen. Maar toen dacht ik, eigenlijk moet er een beetje van afblijven. Maar goed, ik had wel even nog lekker mijn serie gekeken en daarna zussen. Ja, ik heb nu pas één aflevering gezien. Het zag er op zich wel, ja, op zich best wel... leuk uit, maar ja, het is ook wel een beetje tragisch.
Maar ik kan er niet zo heel veel van zeggen, want ik heb pas één aflevering gezien. Het zou ook wel iets kunnen zijn wat zo uit een boek zou kunnen komen, vind ik. Nou, toen ben ik heel even gaan lezen, maar ik merkte al vrij snel dat ik toch wel een beetje weg begon te zakken. Dat ik toch wel erg moe was. Toen dacht ik van nou, ik ga mijn e-reader wegleggen en ik ga gewoon slapen. En dan vanavond maar weer een nieuwe kans met lezen. Ik had een haartje in mijn lens, vandaar dat je even mijn vinger ervoor zag. Ik ga nu even stofzuigen en lekker de bakken scheppen. Dan ga ik even de groenten afhalen en even het een en ander een beetje opruimen. En dan straks gewoon even de foto's maken. Dus het wordt een heerlijke rustige dag vandaag. Daar heb ik zin in. Want ik kwam gisteren langs de muziek in en die staat dan zo hard. Dan hoor je dat helemaal hier zo in je hart echt zo kaboom, kaboom, kaboom. Dus ik heb wel even een aspirine genomen. Ik heb een beetje last van mijn hoofd en ook een beetje van mijn buik. Maar goed, komt allemaal vast weer goed. Ik ga dat nu even doen, dus ik ga straks even de fotospulletjes laten zien in ieder geval. Zo, ik heb de fotospulletjes verzameld. Ik heb hier van Rosewater de facial toner. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Die ga ik uitproberen. Dan heb ik van Essence de Lash Like Boss Instant Lift & Curl Mascara, waar ik heel nieuwsgierig naar ben. En van Catrice heb ik dus die collectie van Seeking Flowers. Dan heb ik hier de twee highlighters. De mooie bloemen. Het oogschaduwpaletten. Hier ga ik een losse video ook over maken. Het lipmasker. De twee blushes. Zo, daar zit het een beetje voor. En hier de lip... Kijk hoor, het zijn de lipstains. Dus hier ga ik nu eventjes foto's van maken. Dan is dat ook weer klaar. Zo, hier worden de laatste brokjes opgesmikkeld. Zijn ze helemaal blij als ze weer eten krijgen. Dat is altijd wel schattig. Nou, ik heb mijn groenten afgehaald. En ik heb lekker de foto's gemaakt. Ging eigenlijk allemaal wel goed. Alles even opgeruimd van gisteren de spullen. Dus dat is ook wel weer lekker dat ik dat meteen weer weg heb. Maar ja, even oorbellen terug en dat soort dingen. En dan kunnen de haar accessoires weer in die bak. Die doe ik morgen, want die staat in de douche. Ja, verder, ja, eigenlijk foto's maken ging ook wel lekker. Ik hoop dat alles goed gelukt is, maar ik moet nog even importeren. Want ik was nu, ja, ik moest nog even wat naar boven brengen. Toen was ik 4:50 ongeveer weer beneden en... Nou ja, allemaal prima. En daarna even rustig katten gevoerd. En nou, allemaal prima eigenlijk. Ik ga zometeen eventjes, of straks even nagellak eraf halen. Ik ga zo eerst even lekker relaxen. Ja, zit er op zich nog wel mooi op. Maar ja, ik had het echt voor Koningsdag gedaan. En ik hoef nu niet meer met zo'n vlaggetje rond te lopen. Dat ga ik er even rustig afhalen. Straks gewoon weer lekker douchen en eten. Vanavond weer de code voor koppen. Nog weer heel moe zijn, maar dat ga ik wel zien. Ik ga nu in ieder geval eventjes wat drinken en lekker relaxen. Ik merk dat ik nu weer wat meer vermoeid ben. Ik heb het koud, dus dat ga ik eventjes lekker doen en dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag, even kijken, volgens mij is het 29 april. Jazeker. Ik ben klaargemaakt en het is vandaag... 19 graden, dus de buitentemperatuur zal wel wat warmer zijn, maar er staat ook nog wel weer een flinke wind en het is niet zonnig hier. Maar dat geeft niet. Ik heb net even aspirine genomen, want ik had weer hoofdpijn. Het zal wel een beetje nasleep zijn van het weekend, maar dat komt wel weer goed. Ik heb gisteren naar de code van Koppes gekeken en ik ben zo verbaasd. Ze hebben dus twee van die identieke kamers, maar er lag in een van die kamers lag een koning. Ik ben er nog steeds niet over uit of dit nou een pop was of dat die man echt was. Want ja, het waren twee identieke koningen, dus het kan bijna niet echt zijn. Maar hij begon ook te praten en hij begon zich te bewegen. Dus je dacht op een gegeven moment, dit is een echt iemand die in dat bed ligt. Ik ben er nog steeds niet over uit. Maar goed, het was ook wel een beetje eng af en toe. Tenminste, ik zou het heel eng vinden als ik in die kamer geweest zou zijn.
tv is dan ook nog wel heel grappig, want ik kun er wel om lachen. En Bonnie die speelde dus uiteindelijk met Amar en die zingt dus ook. Maar die twee die hebben zo'n humor samen. Ik moet heel erg lachen gewoon. Steeds de humor die ze met elkaar hebben. Zelf liggen ze ook helemaal in een scheur. Ja, echt super leuk. Het was gewoon weer heel erg leuk. Ik heb daarna ook eventjes de Bouwers teruggekeken. Dat was ook wel leuk. Toen heb ik mijn vlog voor het grootste gedeelte al in elkaar gezet. Dus daar ben ik best wel lang mee bezig geweest. Waardoor niet alle foto's af zijn gekomen voor het bewerken. Maar ik moet even sowieso één nieuwe maken. En die kan ik dan nog even bewerken. Ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn grijs. Ik had die andere nagellak natuurlijk afgehaald. En dit is een All That Grace nagellakje. Was een keer in limited editie. Met de naam 02 Step In To The Grey Zone. En ik dacht, nou, die vind ik alweer een keertje leuk. En dat is allemaal gelukt. Toen ben ik mijn serie gaan kijken. Ik denk dat ik nu nog niet zo heel veel afleveringen meer heb. En daarna weer CSI. En toen heb ik nog heel even gelezen. Maar ik merkte nog steeds dat ik heel erg moe was. Dus het is weer niet zo heel erg lang gelukt helaas. Terwijl het wel een superleuk boek is. Dus ik wil heel graag doorlezen. Dus ik hoop dat het de komende dagen wat beter gaat. Ik ga nu gang doen en de douche. En ik moet nog een was opvouwen. Ik moet een was aanzetten. Dus er zijn genoeg klusjes die ik moet doen. Dus ik ga even muziek aanzetten en dan ga ik eventjes aan de gang. Des te eerder ben ik ook weer klaar. Zo, inmiddels is toch de zon gaan schijnen. Alles is verder klaar, de gang en de douche. En nou, de was is opgevouwen. Eén was die draait nog, die zal straks wel klaar zijn. Kan die ook weer even verwerkt worden. En ik heb net even de spinazie in het water gezet, zodat die even gewassen kan worden. Dus ja, eigenlijk allemaal wel weer gered. Dus dat is allemaal wel weer lekker. Het is allemaal weer lekker schoon. Inmiddels, ja, de zon schijnt wel meer, maar ik merkte wel, ik vond het eigenlijk nog even prima. Ik was naar buiten geweest om wat vuil weg te gooien, zeg maar. En toen had ik toch wel zoiets van, het is niet verkeerd dat ik mijn winterjas nog heb aangetrokken. Maar goed, ik ga nu zometeen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond gewoon goede tijden. En daarna meester Frank Visser. Ik denk nog even een spelletje doen en eventjes nog die laatste foto maken. Dat zal ik straks eerst doen. Het is nu nog licht, dus dan kan dat mooi. En dan ga ik eventjes mijn video van morgen in elkaar zetten. Mijn blogpost schrijven. Dan ga ik lekker verder met mijn serie op Netflix. Maar ik schrok een beetje, want ik vond het altijd dus heel erg leuk om wat informatie over te zoeken. De acteurs op te zoeken die in zo'n serie zitten. En toen, ik dacht dus dat die man ouder was. En die bleek pas 34 te zijn, maar hij zag er veel ouder uit. Toen dacht ik, wow, dat is wel een heel verschil. Dat had ik bij die vrouw ook wel. Die zag er ook ouder uit. En die was echt, volgens mij, nog jonger dan wat ik ben. Dus, nou ja, goed, maakt ook niet uit. Na nog even zie je zijn, dan ga ik lekker naar bed. En hopelijk iets langer mijn boek kan lezen. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dan eventjes lekker relaxen. Eventjes, vind ik wel eventjes lekker. Dus bij deze zeg ik dan tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Lastig. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik even mijn foto's daarna bewerkt en mijn blogpost geschreven. Nog een persbericht online gezet. Dus op zich wel lekker druk geweest. En toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken die super spannend is. Maar ik kreeg op een gegeven moment heel erg buikpijn. En ik wist niet meer waar het vandaan kwam.
toen ben ik nog wel even CSI gaan kijken. Toen kon ik gelukkig even naar de wc toe voor ik naar bed toe ging. En CSI, daar deed een band mee, Rascal Flatts. En dat was op zich, ja, ik heb wel eens van die band gehoord, maar ik wist niet precies hoe het zat. Maar het was wel grappig om die mensen dan zo, denk ik, in het, gewoon ja, in zo'n serie te zien. Ik ken ze alleen niet verder, maar voor de fans zal het vast leuk zijn geweest, toen der tijd. Maar goed, ik had nadat ik naar de wc was geweest nog niet echt het gevoel dat het heel erg lekker ging. Dus toen ben ik opgetrokken in bed gaan liggen met mijn benen. En toen heb ik gelukkig even nog met mijn boek even lekker kunnen lezen. Ging nu beter, want ik was nu niet zo moe, dus dat was wel fijn. En daarna ben ik gaan slapen en ik heb eigenlijk wel weer echt in één stuk doorgeslapen. Niet tussendoor wakker geweest omdat ik naar de wc moest of iets, dus dat was wel fijn. Ik ga nu even stofzuigen en dan ga ik daarna eventjes een video opnemen en nog even diamond painten. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Dus ik ga eerst eventjes de dingetjes doen en dan ga ik de video opnemen. En dan neem ik jullie mee bij diamond painten. Dus dat is de planning. Zo, de laatste brokjes worden hier weer weggesmikkeld. Het taartje die kan de laatste tijd niet helemaal op. Maar goed, ik heb ook zoiets als je vol zit. Van mijn buik. Dan lekker douchen en ook weer lekker eten. Vanavond denk ik eigenlijk dat ik gewoon weer even naar Kees van der Spek ga kijken, want ik vind het eigenlijk best wel interessant. Even kijken wat er vanavond weer voor zaken zijn. Dan ga ik nog even een spelletje doen en dan ga ik de vlog afmaken, maar dat is niet zo heel veel werk meer, en even mijn foto's bewerken. Dan ga ik lekker verder met de Netflix serie en daarna nog even zie je zijn. Dan ga ik ook wel weer slapen, want dan heb ik het ook wel weer gehad. Ik merk, de nasleep is nog wel een beetje van het weekend. Maar ik merk nu, omdat ik me gisteren weer wat langer kon lezen, dat dat ook wel weer prettig was. Dus eigenlijk allemaal wel weer fijn. Ik ga bij deze in ieder geval dan ook de vlog afsluiten. Want ik denk dat die best wel lang is geworden. Ook in verband met de Koningsdagbeelden. Maar die wilde ik toch graag delen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze vlog weer te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. En op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat ook een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een mail zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!